De Rotterdamse voetbalclub Kocha Teppe uit Rotterdam-Sjaloos heeft de wedstrijden voor de komende 2 weken geschrapt. De club stapt naar de rechter omdat de gemeente Rotterdam de huurovereenkomst heeft opgezegd. Volgens de gemeente weigert de club sinds oktober vorig jaar de huur te betalen. Het bestuur van de voetbalclub zegt dat de huurachterstand van €16.000 gemakkelijk is te betalen. Maar verhuizen is niet aan de orde. Waar wij vooral achter staan is dat wij dit niet willen verlaten. Want wij zijn ervan overtuigd dat de manier waarop het is gegaan niet de juiste manier is. Wij gaan natuurlijk wel verder. Wij kunnen dit niet hierbij laten. Wij hebben de verantwoordelijkheid genomen een paar maanden geleden van die 600 leden die wij hebben. En wij zullen deze mensen dus niet op straat zetten. De gemeente kan deze mensen wel op straat zetten, maar wij niet.